Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van mijn Call of Duty Black Ops 2 Road to Gold serie. En ja, laten we eens even kijken wat we hebben unlocked de laatste episode. Volgens mij was het de Blue Tiger. Ja, Blue Tiger. Dat is nice. Even kijken, holy shit, nog maar 40 kills en dan heb ik alweer Bloodshot. Dat is nice. Dus ja, dat halen we denk ik wel in de komende twee potjes of zo. Hangt er vanaf hoe goed wij gaan spelen. We gaan gewoon Team Deathmatch doen. Dat is gewoon het beste in principe. En wel, het zijn er wel episodes van rond de 10, 15 minuutjes. Maar dat is wel fijn, denk ik. Want wel, dan zien jullie er ook gewoon 4 per week of zo. Ik weet niet hoeveel ik ga posten per week. Dat hangt er gewoon van jullie af. Als jullie me gewoon 10 likes geven, dan vind ik het prima. Dan upload ik gewoon de volgende al. Want ik heb gewoon zoveel lol in deze serie. En wel, wordt ook redelijk bekeken. 100 views of zo als die online staat voor 2 dagen. En dat vind ik in principe wel goed in principe. Dus ja, misschien ga ik zelfs wel 4 video's per week uploaden. Op dit moment is mijn uploadschema om 12 uur, 3 uur en 6 uur. En dan kan ik er nog één om eventueel 9 uur doen. Om 12 uur, 3 uur en 6 uur. Dus ja, maar dat weet ik niet. Dat is gewoon niet te doen op dit moment. Want mijn video's worden lang niet zo vaak bekeken. Dus ja, maar we gaan gewoon wel eens zien hoe het gaat lopen en zo. Ik heb gewoon enorm veel video's. Ik heb ook gewoon enorm veel tijd op dit moment om video's te maken. Ik weet niet wat het is. Maar ik heb het gewoon niet meer zo druk als een paar weken geleden. 2 weken, 3 weken geleden of zo. Dus ik doe ook niet zo heel veel met Jordi en Jeroen. Dat zei ik al in een eerdere Road to Gold. Dus ik heb gewoon meer tijd voor dit soort series. Voor mijn Crysis 3, voor Ronald speelt Minecraft. En ik moet toch even, ik heb best wel lol in singleplayer. Dus natuurlijk mis ik wel een beetje Minecraft met mijn broeders, laat ik maar zeggen. Nee, joh, met mijn gabbers. Maar dat ding is zo sexy in het blauw. Maar ik hoop gewoon dat wij gewoon binnenkort weer mee gaan opnemen. En Hunger Games en zo, die serie ben ik ook begonnen. En ik ben gewoon wel content met alles op dit moment. Dat is nice. First bloed of zo. Ja, maar dan moet hij toch kapot. Oh, ja, Emu dacht het niet, hè? Met je wapentje. Oh, het is onze spawn al. Oh, oké. Okay. Seems legit. Seems freaking... Kutzooi! Oh, en ik heb een assist, oké. Hoor je mij niet over. Jij noob! Jij moddergetrokken noob! Oh, zag je dat? Oh, skills. Skills. Ja, in principe. Ah, failure. Bijna weer een uf. Oh mijn god, dat is dat toch steeds. Waarschijnlijk heb ik dat om mijn hals gehaald toen met die assist en alles. Even kijken. Yo! En ja, anus! What the fuck is dat nou? Spant hij daar of zo? Nou ja, whatever. We gaan gewoon proberen om er het beste van te maken. We spelen hier dus op. Wat is het voor map? Slums? Nee, dit is Village? Nee. Dan ben ik de naam van die map vergeten, want dat is echt heel professioneel. Slums. Slums is dit. Dit is Slums. Ja. Dat andere, dat is Standoff. Die map met dat gebouw en zo, die gebouwtjes. Dat is Slums. Ja, met die gebouwen. Dat is erg duidelijk. Nee, maar die ene map waar wij... volgens mij in de tweede... in de tweede episode hebben gespeeld. Ja, ik zag hem uit mijn ooghoek wel, die Claymore. Maar volgens mij op een van de eerste paar episodes hebben we erop gespeeld. Op die map, dus... ja, kijk, ik moet daar niet langs. Dat heeft geen zin voor mij. Kijk, waar ik wel langs kan lopen is eventueel hieronder en hierboven. Dat is wel goed. What the fuck? Zit hij in een hoekje? Gewoon lekker te zitten, lekker een kopje thee erbij. Even lekker krantje lezen, even lekker de Playboy. Even lekker Playboy lezen, jongen. Dat is toch wat die Mongolen hier kunnen, echt waar. Playboy lezen, een beetje naakte wijven kijken. En duim met wapens halen. Ja, oké. Okay. Heeft hij dat ding... Wow, skills. Nee, dat is geen grap. Dat vergt best wel skills. Het glitch. Wauw, kijk jongens. Ik stond wel redelijk. Alleen nou ben ik gewoon weer half fucked. Dus wat ik ga doen, ik ga hier langs. Gewoon fuck de system. Als jullie daar allemaal gaan zitten kamperen, dan vind ik het goed. Dan vind ik het goed gemaakt, dudes. Dan ga ik hier wel langs en dan maak ik jullie allemaal wel dood. Ik vind het helemaal lauw. Oh, kutzooi. Veel van mijn kant. Gewoon echt een faal van mijn kant. Goed van zijn kant. Hij heeft het erin gehouden. Anders moest hij reloaden namelijk. Dus... Ziet hij er nog steeds? Hij zit daar nog steeds. Wacht even. Kom maar. Kutzooi! Er waren er 2. Fuckzooi. En dan is de kerel met die Diamond LMG. Even kijken. George die deed een Road to Diamond LMG. Maar dat vind ik een beetje raar. Want waarom zou je een LMG goud willen halen? Wat doe je ermee? Behalve die serie. Ja, niks. Kijk, als je deze goud hebt.
Dan dus zal ik ook wel flink gaan gebruiken in de gun game natuurlijk. Dus ja, gain je eigenlijk experience van gun game. Kutzooi. Ze hebben het helemaal gelakt down daar. Ik kan er niet langs. Gelakt down. Nee, ze hebben het helemaal dicht gelakt. Ik kan gewoon. Het is gewoon onmogelijk om hier gewoon fatsoenlijk langs te gaan. Oké, ik moet gewoon een gat breken in de beveiliging. Anders is het gewoon GG. Ik moet hier gewoon onze spawn gaan zetten, want... Gewoon wie deze spawn gewoon heeft. Nou, spawn hier, jongens. En zo'n emu hier zo headshot, ja. Even kijken. Oh! Ja, oké, onze spawn. Dit is onze spawn. Was good. Kijk, want nu ga ik gewoon ook weer goed. Dit is gewoon een jongens spawn. Wie gewoon deze spawn heeft, die is gewoon OP op deze map. En dat is best wel falend, maar... Dat is wel gewoon zo. Je moet hier niet te ver lopen, jongens. Dan spawnen ze hier niet. Kutzooi, nee toch. Is dat hun spawn nu weer? Ja, volgens mij wel. Klotrotzooi, nee toch. Ik mag toch... God, non de jus. Van links. Kijk hier. Dat is wel een chille camo. Echt wel, dat is echt een chille camo. Alleen... Het is niet een camo van Black Ops 2, dus ik vind hem niet echt leuk, maar... Hij is wel gewoon überhaupt gewoon chill. Shit, godverdomme, met z'n tweeën lekker te neuken in dat dingetje, godverdomme jongen, dit kun je gewoon... Wauw, zitten ze gewoon een beetje te neuken daarbinnen, nee, ik moet echt niet zo grof taalgebruik doen, maar... Dit is wel een beetje ziekelijk, ik ben nu die drie keer dood gegaan. En dit kan... Godverdorie! Emoes! Ik ben er klaar mee, GG. Ik ga ze niet weer kills voeren, dat doe ik niet, echt waar. Dus wat ik doe is, hey dudes. Godnondertje, ik ben er klaar mee, ik ga gewoon daar weer langs. Mijn hele score is nu verpesten jullie, mijn hele KD is aan de klote, kut me gewoon. Godverdomme, dit kan gewoon niet. Het is gewoon nee. Gewoon meer. Oh, zelfs dan heb je me nog niet dood. Hè. Nee, je laat me gewoon zo lang leven dat ik net een shitmaker kan maken. Dan maak je me gewoon dood, hè. Dikke emu. Echt, hè. Zit hij daar? Zit hij niet links? Dan zit hij wel rechts. Jongen. Kom hier. I'm gonna get you. Hey, dude. Is ik zijn leden? Is hij achter me in mijn rug, of niet? Eee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 
Oké, dus je ziet dat ik weer goed ga. Ah, fuck, sorry. 7 om 19. We gaan nog een potje doen. Ik wil mezelf even ophalen, want dit is helemaal niks natuurlijk. Ik sta onvoldoende. Is niet leuk. Oh, nou heeft hij er gewoon een gouden van gemaakt, zo te zien. Je gaat toch geen LMG goud halen, jongens. Helemaal niet diamond, hè. Dan ben je toch ook gewoon schil. Wauw. Maar iemand die zei van... Dat je om een wapen een diamond te halen, moet je alle andere wapens van die classes goud halen. Dus bijvoorbeeld wil je sniper goud halen, moet je alle andere snipers ook... Of nou, wil je één sniper diamond halen, moet je alle snipers ook gold halen in principe. Dat slaat in principe nergens op. Want waarom zou je dan een road to diamond doen? Of zoiets. Of een, ja, road to diamond. Was dat van Just Yours volgens mij? Of ja, gold to... I don't know hoe dat heet. Maar ja, iemand die zei dat, ik weet niet of het waar is. Dus ja, ik ga het dus opzoeken. Maar het zal wel eens iemand het zeggen, dan geloof ik dat prima hoor. We gaan iets stand-off doen. Ik heb het even gehad met deze match. We gaan even wat anders opzoeken. Als ik erin word gegooid, is het zo. En ik word erin gegooid volgens mij of niet. Of nee, volgens mij is het een lobby die in de ring studio. Oké, ik kan het populair vandaag. Want wel, ik heb al 5 episodes vandaag opgenomen. Lolcats. Nee, gewoon omdat Johnny niks met mij wil opnemen. Nee hoor, dat heb ik al in dus 3 episodes gezet. Best wel falend. Nee, maar hey, mogel de boeven. Kom ja, kom dan hè. Hallo, wat is dit? Hey, noob. Noob, je bent gewoon bij de shotgun in face. Dikke emu. Oh, die is gesnipt, oké. Doet, 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 doet. Mbaba megano. Mbaba megano. Nee, oké. Ik moet niet zoveel zingen. Ik moet niet zoveel zingen. Maar waarom moet ik... Oh, ik schrok me even een hoedje. Jiradibo. Hoelulululul. What the fuck, man. Wat is dat nou? Suicide bomb? Ja, geweldig. Lekker leuk. Ja, gewoon, dat is gewoon lekker leuk, jongen. Staat hier ook ergens Empire State Building? YOLO. Nee, oké.
Oké, ga je maar langs. All routes engage. Papa pingano. Oké. Oh, wat nou al? Wat is dit nou voor onzin dan? We got our asses handed to us. Ja, geweldig, dude. Dan kan ik nog een paardje spelen. Kutsoei. Lief die game dan ook maar. Kan ik niet lieven? Options. Kutsoei, moet ik weer wachten. Ik wil die final kill niet zien. Ik wil gewoon lieven. Gewoon opdonderen. Gewoon 1 op 3. What the fuck, man. Kill 22 op 4. Lekkere dikke gameplay. Nou, kom op. Hup, 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 hup. Ja. Hijjacked, hijjacked, hijjacked. Ja, je hoort dat geklik wel net. Oh my god, hijjacked. Hijjacked. Ik wil niet in de lobby blijven, maar ik wil zo graag hijjacked doen. De eerste episode op hijjacked. Daarom heet deze episode ook. Hijacked. Gewoon omdat ik daar zo lang op wil spelen. Zoals je ziet dat het gewoon enorm slecht gaat. Echt gewoon 0 op 30 of zo. Echt, hè. Zombie Pounder. Dat is wel een leuke naam. Even kijken. Mark Lee hebben we. En Raining Bites. Cap. Even kijken. Nou, Lobby Leaderboard. Laten we daar maar eens gaan neuzen. Oké, ik klim wel wat omhoog. Ratio. Wauw. Dat is wel skillful. Even kijken. Change filter, all time, monthly, weekly, core, hardcore, core, hardcore. I don't know. Hijacked, nice. Echt zo, ja, geen hijacked, nee, zeker niet. Echt, hè. Mapamericano, zo, ja, dat zit eruit op 538 vandaag, dus daarom ben ik een beetje in de Mapamericano sfeer. Hakap. Let's go. Hopelijk halen wij de Bloodshot Camo vandaag. Het zal wel episch zijn. Ik betwijfel het, maar het zal wel cool zijn natuurlijk. Dat als ik dat haal, dat in deze episode gebeurt natuurlijk. Do an explosive, yeah, bitch. Ja, dood, kutzooi. Ja, met de handgun met een van de paarse Mongolische camo erop ofzo. Even kijken. Oh, hi. Wat ik helemaal niet. Denk jij dat jij zomaar daarheen kan lopen? Ja, dan heb je dat goed mis. Ja, denk je dat jij mij dood kunt maken? Nou, dan heb je dat goed. Maar dat kun je. Oké, die zit hij dus in binnen. Hey, seksleden. Oh, waar is hij nou dan? Is hij dood of zo? Oké, is kan ik dood. Oké, ja, die is gereept. Ik ga S-reep hier zo. Wil je alsjeblieft even doodgaan? Je kutmol. What the fuck? Ik ga dus... Oké, wel 1 op 3, dus 0 op 30 kan niet meer. Nou ja, wel 1 op 40, dat is wel mogelijk, denk ik. Dank u wel. Dat heeft mij echt gewoon geholpen. Huh. Wat is dit nou weer? Dat ik schoon toch eens een bakkes. Huh? Right, oh mijn god, kijk op die kutsnijpen van je man. Dan maak ik hier iemand dood mee. Maar dat is ook de bedoeling. Ja, I know. Maar denk je ermee de boeit, als ik ervoor sta? Ja, één face. In jouw face. Ga ik een t-shirt van maken in je face. Nee, oké. Unlocked suppressor. Yes. Dat is mooi. Wat is dat nou? YOLO. YOLO Polo Cats. En die is dood. Oké. Ja, die kan emu. Oh mijn god, dat is wel nice. Boom. Gewoon half het lichaam gewoon weg. Holy shit. Ik schoot hem toch in zijn Mongolische cutback, jongen. Echt, als ik ergens niet tegen kan, is het wel dit soort gezeik. Hier, kijk, dat is dan weer een headshot, hè? Terwijl ik zo tegen door de muur heen. Ja, YOLO. Kijk, sta ik erachter? Nee. Wat wil je nou, Ronald? Je staat niet achter de muur. Dacht het dus wel. Yo. Moet zo'n liedje hieronder zetten, dat is wel grappig. Hey, dudes. Au, kut zo, ja, ik ben dood. GG, ook nog zo'n ding van bakkers. Non de je. Bap, megano. Hey, kutbol!
Je kut begon met die wel eens een kutgun. What the fuck is dit, een halve invasie? Open fire! Oh my god. Even kijken. Waar is iedereen? Maar dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Echt gewoon in één keer gewoon 5 mensen die in onze spawn komen. Right, dudes. Seems legit, bro. Dit is een spawn. Ze hebben 2 spawns. Nou, eigenlijk meer spawns. 3 of zo. Nou, ons spawn, oké. Okay. Dan spawnen hun, dan spawnen hun. Waar spawnen hun dan? Oh, daar weer, zo te zien. Haak, ja. What the fuck? Even kijken, het is echt weer ook gewoon hijacked dit, hè. Hey, wat is het nou weer dan voor gezeik? Wat is het dan voor onzin dan? Ja, hallo. Gaan we weer op mij, hè? Als we niks meer te doen hebben, kutmogol. Nou, mag ik hier alsjeblieft godverdomme in, hè? Kijk, anders krijgen we dat dus. Oh, dat is kutmogol. Auw. Nee. Ja, lek, de lek. Oh, allemaal 3 bars. Kom op, jongens, even een host migration. Gewoon, hup, pleur eens even een host migration. Niemand kan spelen zo. Hier, ik kan toch zo niet spelen met 3 bars met die shotgun. Dat is Mission Impossible 2.0, echt waar. Dit kan gewoon niet. Gewoon op 2 bars met... Of 3 bars eigenlijk. Hallo. Oké, wel, je staat er nog 3 gazies. En die zijn allemaal dood. Wauw, skills. Hier. Het is gewoon één mogoltje die prestige 8 of oetlul of zo. En die andere prestige 10. Kijk dan, dit lijkt gewoon eens te tering. Kijk dan, hier. Ja, hier met een LMG. Ja, dan kun je wel spelen met lag natuurlijk. Hier, YOLO. Het is toch gewoon onmogelijk om met het... En alsnog sta ik bijna MVP van mijn team. Daar is niet goed. Daar zit iets niet goed, dude. Wauw. Maar jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Dat was een beetje een dramatische episode. Ik heb wel suppressor gelokt, dat is wel nice. Ik bekijk het met die lobby op donderen. Maar laat even een like achter als je meer wilt zien. En subscribe even. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer Call of Duty Black Ops 2 Road to Gold. Dus ja, later mensen.